Dit is Jason Paul en hij heeft een nieuwe freerunning move verzonnen, namelijk de swipe vault. Ik ga in deze video kijken of ik deze voor de eerste keer buiten kan doen. Ik ben namelijk op een perfecte spot hiervoor, want ik ben buiten. Het is wel geteld 4 graden. Maar we zijn hier. Misschien kennen jullie deze spot wel. Als je al langer kijkt, ken je hem sowieso. Maar we zijn hier weer. Het is relatief oké, het is een beetje gladjes. Maar ja, wat verwacht je in november met 4 graden? Dus we gaan een beetje opwarmen en dan gaan we kijken of we de swipe vault los kunnen doen. We gaan kijken of we de swipe vault in een run kunnen doen en in een combo. Nu dat we dus warm zijn, gaan we dus proberen de swipe vault op deze muur buiten te doen. Ik heb zeg maar de natuurlijke challenge dat het ook nog glad is. Dus dat werkt niet in mijn voordeel. Oké, wat nou spannend is. Is dus, het is niet glad, dus dat scheelt weer, maar de muur is, relatief smal. En ik heb hem binnen zeg maar, op een dik matjesplateau, blokding gedaan. Dus dat moeten we eventjes mentaal oplossen. Maar dat gaan wij gewoon doen. Ik heb de swipe vault buiten los. Check. Nu krijgen jullie van mij een korte tutorial over hoe je dit eventueel zelf kan gaan doen. Daarna ga ik kijken of ik hem in een line en in een combo kan gaan krijgen. Wat dus het rare is bij de swipe vault, vind ik persoonlijk, is dat het heel onnatuurlijk aanvoelt. Let op. Ik pak namelijk mijn linkerhand, maar je moet ook schoppen met je linkerbeen. Dus het been wat het dichtst bij de muur staat. Normaal gesproken zou je die kant op draaien. Dus dan draai jij naar de muur toe. Bij de swipe vault moet je van de muur af draaien. Dat is dus stap 1 en die gaan we even voordoen. Krijg je dit. Dus je draait eerst van de muur af. Dus je zet je linkerhand neer. Je schopt met je linkerbeen. En je draait dus van de muur weg. En je landt met je gezicht richting de muur. Stap 2 is het opvangen met je rechterhand. Dus je hand komt eerst op de muur voordat jouw voeten de grond raken. Nog een keer. Zie je? Dus eerst je rechterhand neerzetten en dan pas jouw voeten. Stapje 3 voor de swipe vault is het volgende. Dan ga je dus nadat jij je opgevangen hebt met je rechterhand, ga je vanuit die rechterhand top, en je duwt jezelf naar je linkerhand. Dus kijken of je die wissel kan maken. Dus je duwt en je zet je andere hand neer. Overigens kan dit natuurlijk ook de andere kant op, maar dan moet je dus met je rechterhand en met je rechterbeen beginnen. Dus met je linkerhand opvangen en duwen naar rechts. Dus je moet voor jezelf eerst even zoeken welke kant je wilt. Ik doe hem met mijn linkerhand en linkerbeen. Dus als je dat ook hebt, nou, dan kun je deze tutorial volgen. En anders moet je hem zelf de andere kant op doen. Maar precies dezelfde techniek, alleen de andere kant. Oké, stapje 4 is nadat jij je dus opgevangen hebt met rechts en geduwd hebt naar links, komt jouw rechterbeen op de muur. Het gaat nou allemaal heel snel. Je ziet nu dat ik nog niet echt mezelf ertoe aan commit om op die muur te komen. Ik hang er relatief ver naar achter. Dat is dus een volgende stapje. We gaan dus echt proberen te committen en krijgen onze borst boven de muur.
Zoals je zag staat mijn borst naar boven de muur, dus dan heb je ook veel meer plaats en tijd om de muur te zien voordat je draait. Dan gaan we nou eigenlijk door naar de laatste stap alweer. En dat is dat jij hem echt gaat committen, hè? Dus de commitment van de vorige stap, borst boven de muur. En dan is het eigenlijk je voet erop krijgen en je speedstep doen. En de speedstep, die kan je al. Zie je? Ik ging nu zitten. En dan heb je in ieder geval een idee wat er precies gebeurt. Dus dat kun je terugkijken. En nu gaan we hem dus helemaal doen. Oké, de combo, eindelijk gelukt. Het heeft even geduurd, maar het is gelukt. Dit is namelijk een, even kijken, een nieuwe move van Jason Paul, namelijk de swipe vault. En een old school Joseph Marks vault. En dat noemen ze de Stacy. Dat zijn maar de speedstep lazy, maar je hebt ook de Daisy. De Daisy die kan ik nou heel goed, maar de Stacy die blijft toch heel lastig. Want dat is een combinatie van een speedstep, een lazy en een palmspin. Dus daar heb je echt heel veel kracht voor nodig in buikspieren, maar ook in arm en pols. Nou, ik ben heel blij dat ik deze nu gedaan heb. Dus we hebben de losse swipe vault, we hebben de tutorial voor jullie, we hebben de combo. Nu gaan we nog een line maken. En dan ja, we gaan zien wat die line brengt. Opbouwen van lines blijft toch altijd een dingetje. En het enige wat ik weet is dat ik er een swipe vault in wil. Maar ik moet eventjes kijken hoe ik die in combinatie met de flips die ik net gedaan heb, hoe ik die netjes en mooi in die line ga verwerken. Dus ik ben eigenlijk gewoon aan het spelen en ik ben gewoon aan het bewegen. En ik doe eigenlijk wat je gewoon natuurlijk voelt. Dus die cork en die chicaner, dat gebeurt gewoon. Dus we gaan zien waar die swipe vault komt. Oké, ik heb de lijn ook. Sorry, ik ben een beetje bij het adem. Haha. Ik heb de lijn ook. Die combo van zeg maar kork naar monkey landing en dan de swipe vault. Oh. Dat is pittig, want je komt van laag. En je moet dan ineens de andere kant op draaien. Dus dat is best wel pittig. Maar hey, het is gelukt. Ja, ja. Beetje improvisatie. Beetje gepland. Maar dat maakt het eigenlijk wel een beetje mooi. Dus ik ben tevreden. Hopelijk kunnen jullie met deze video de swipe vault ook leren. Als jullie hem nou leren, dan moet je vooral Jason Paul taggen. Als je hem op TikTok, Instagram of weet ik veel wat gooit. Dan tag Jason Paul vooral. Maar tag ook Minded Motion. En tag mij om te zien of jullie echt iets aan deze video gehad hebben.
Want dat zou super tof zijn als we jullie daarbij hebben kunnen helpen. Dus nogmaals, thanks voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En we zien jullie snel terug bij de volgende video.